Deze heren van de Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond bespreken de mogelijkheid om een sanatorium bij Hilversum te bouwen. Samen reizen ze per trein naar Hilversum. Op en voor het station van Hilversum worden ze even gefilmd. En dan toeren ze per taxi naar het landgoed Zonnestraal om het terrein te inspecteren. De man met de lange, nog donkere baard is de bekende Ome Jan van Zutphen. Terwijl de heren op inspectietocht gaan, klimt de cameraman op een uitkijkpunt en maakt de eerste historische filmbeelden van Hilversum. Even zien we het panorama van het dorp aan onze ogen voorbijglijden. Het moment is maar kort, daarom zetten we het even stil. Maar we zien onmiskenbaar Hilversum. Vier jaar later werd er een filmpje gemaakt dat iets meer van Hilversum laat zien. In augustus van dat jaar bezochten koningin Wilhelmina en prinses Juliana voor het eerst Hilversum. Via het Lapersveld reden ze naar de Kerkbrink en werden welkom geheten door burgemeester Rijmen op het versierde bordes van het oude stadhuis. Vanaf het bordes namen de koninklijke gasten een defilé van Hilversums notabelen en verenigingen af. Defilé en een aangeboden boeket bloemen vertrokken de koningin en prinses weer met hun gevolg terug naar Soestdijk. Al in het begin van de jaren 30 reed heer Bijlaert op een fiets met een 8mm camera door Hilversum. Hij filmde vooral de mooie plekjes die hij tegenkwam. En hij deed dat met liefde. Veel van de beelden die hij vastlegde spreken voor zich en zullen door Hilversummers zeker herkend worden. Was toen nog aangenaam rustig op straat. Slechts af en toe een auto. Mensen reisden bijna uitsluitend met het openbaar vervoer. Zo bestond er nog een speciale busverbinding tussen Hilversum en Utrecht. Dit is de halte in Hilversum-Zuid aan de Eikbosserweg tegenover de Juliana-Mulo. Waar nu de expohal nog staat, stond in de jaren 30 een echte wielerbaan. Hilversummers brachten er graag een spannende zondagmiddag door. Dit is een wedstrijd gereden in 1934. Thank you.
Dit is het woonwagenpark aan het begin van de Vreelandse Weg. Van daaruit ging de heer Fontaine in 1935 op pad om een film te maken over zijn dagelijks werk. Hij maakte het filmpje bij de oude violenschool en de hele school mocht in zijn film meedoen. U ziet hier een paar fragmenten uit de film met herkenbare beelden van de school, de leerlingen en de hoofdonderwijzer. Dit is het oude Grand Hotel Gooiland. In 1935 moest het plaatsmaken voor het gebouw dat er nu staat. Dit zijn beelden van de sloop van het oude Gooiland.